ga jij nog achter de vrouw aan vanavond, willen allemaal mensen weten. What? Vanwege je deniveren haar. Ja, je is daar een reden voor? Of? Nee. Ja, allemaal mensen zijn het lot die dat willen weten. Klin jij op, hè? Nee, je ziet eruit als de eerste, de beste Italiaanse maffiabaas. Ja, nou, ja. Met dat haar. Dan moet je wel moet alleen op zijn grote sigaar opsteken, nee. Jij. Nou, dan moet je banaan, wel hier aan tafel zit. Ja, hier ook wel een beetje. Ik vind zelfs dat je een beetje geil eruit ziet. Ja, ja. Ja. Nee, maar Jan, hier sta je ook al een beetje mafioos op. Maar nu met die koep erbij, wist het helemaal af natuurlijk. Ja, heerlijk. Banaantje dan, helemaal goed inderdaad. Maar heb je nog plannen voor vanavond of ga je gewoon naar huis? Ja, ik ga je een keertje helemaal de touwt in beslaan een keer. Ja. Daar heb ik echt een keer zin in. De Bilbo, de finale. En ook kaartje voor Barcelona tegen Bilbo. Bilbo? Bilbao! Je moet mij af en toe eens helpen, jongen. Bilbo? Bilbo, waar heb jij nou over? En nu zit hij bij Cor van den Brom en hij heeft ze ontzettend aan het ontplooien. Cor van den Brom? Ah, sorry. Ja. Mijn trainer was vroeger Cor van den Brom. Sorry, neem me niet kwalijk. Cor Brom, toch? Of niet? Cor Brom. Nee, als je nou te zeiken bent. Ja, Brom. Ik vind Klaasie, ja, vind ik een kanje gewoon. Klaasie? Klaasie dan, joh, zeiken. Ja, nee, ja. Godverdomme. Ja, Klaasen. Ik heb met die gozer niet serieus bal meer, jongen. Nee, ja. De kampioensploeg hier, waar Vincent en Jans in speelden. Vincent. Dan blijven er niet. Ja, nee, sorry. Het is toch geen schilder? Ik wist niet dat hij een Franse broer had, Jan. Vincent. Ik vind dat jullie Jean niet in de maling moeten. Je hebt het over de spits, want als je die spits van Leicester ziet, dat feintje. Vardy. Ja, oh, Leicester bedoel je? Leicester City, ja. Ja, Leicester. Je dat nee, geen idee, Jan. Ik zeg gewoon uit Leicester. Je bent een klootzak. Ja. Je bent echt een geweldige paardenlul. Leicester, of Leicester, ja, Leicester. Weet je wel, dat ze kampioen kunnen worden, weet je. Leicester, sorry, ja. Ja. Ik zeg Leicester, jij zegt Leicester. Ja. Maar nou, het is Leicester, Jan. Nee. Nee, het is... Lees het nou eens gewoon. Ja, ja nee. Ja, die Engelse... staat Leicester. Ja, toch. Maar ik denk ook dat als je spelers mag kopen, je zei het gisteren al, dan ja, gaat hij die reus, ja, dan gaat hij die reus, ja, halen. Dat is echt... Ja, dat is werelds, man. Nee, kijk, als hij gaat shoppen bij Dortmund... Nee. Royce of Reus? Ik weet niet welke je bedoelt, maar... Die bedoel je toch, of niet? Nee, ik... Nee, ja. Reus, ik denk... Die krijg je toch wel? De Witte Reus, ja. De Witte Reus. Ja, die, ja. Ja, ja. Daar zit hij. Ja. Ga je ook beginnen? Ja, jongen, zit er. Wat hij kan, is een glad praatje houden voor die tv. Zet hem hier maar neer, over welk onderwerp, over de Brexit. Heeft hij een leuk praatje. Moeten we nu lekker zelf weten. Maar het is, ja, het is allemaal... Dat zegt hij, dat weet ik, ja, zeker. Dat zegt, ja, hij. Dat, nee, zegt, dat zegt hij. Ja. Nee, maar prima teksten. Ja. Maar... dat... Maar uiteindelijk... Jan. Zeg maar, zeg ik. Wat zei je? Prima teksten. Ah. Godverdomme. Heb je een zuiver zijde das om? Ja, ja, die kan je wel weggooien. Hey. Ja. Ja. Ja, ze hebben ook fancies tegenwoordig. Heb je daarop zin? Hey, oh nee! Van de week heb je geen kloot gezegd. Geen kloot heb je gezegd. Ik zag het net. Gert Jans had hier van de week geen fluit hebben jullie gezegd. Oh, ik opende met de opmerking. Ja, ga weg, joh. Je kledingsponsor is overleden, zei ik. Dat was mijn eerste opmerking. Ja. Dat was nog wel zo. Gert Jans, zit je me weer af te zeiken? Nee, is gewoon mooi. Echt mooi versie. Ze hebben de ontwerpen van de Wieber aangeleend. Klootzak, maar er zit verder niks onder, Jan, toch? Hoop ik. Nee, echt, heb ik niet te zeiken. Nee, nee, maar er zijn allemaal mensen die willen weten of jij je nog een beetje veilig in Brussel voelt. Het zijn blinde Chinezen die je in elkaar zetten, denk ik. Denk je niet? Het is wat, ja, hè? Mooi, man. Ja, het is niks aan de hand verder. Nee. De rest is alles in orde. Jaco is sponsor van Monuta geworden. Ik ben een klootzak, jij, joh. Wat heb ik daar dan mee te maken? Ja, 100%. Lijn 11, zeg ik. Lijn 11. Wat? Jaco-kostuumpje mag toch wel, of niet? Jaco-kostuumpje? Jan, je kan zo achter in een bus zitten, lijn 11, weet je wel. Dat... Maar dan ga ik in lijn 12 zitten. Ja? Nee, maar wat is dit voor overgang? Mis mee. Nee, de laatste uitzending. En ik moet maar een beetje met Johan... Stroppie, jong. Daar word ik wel doodziek van, mag ik zeggen. Ja,
Ja, maar Jan, dit ben je toch helemaal niet? Hè? Dit ben je toch helemaal niet? Dat ben ik wel, jongen. Nee, hou op. Het lijkt alsof je naar een begrafenis gaat, man. Kom op. Ja, een lekker mannetje staan. Wat wil je? Zeg niks, hè? Ik zeg niks. Ah. Wat zit je nou te zeiken met begrafenis, man? Het is een kostuumpie. Elke week kom ik naar een kostuumpie. Sommige mensen denken dat je een jokerpak aan hebt, maar dat is dus niet zo. Het is dus echt een jokerpak. Maar nou moet je daarmee stoppen. Ik heb het al een keer tegen gezegd. Ik zag het voorbij komen laatst een keer. Ik weet niet of je het ook gezien hebt, die foto. Maar kijk, hier staat niet Jaco, maar Joker staat er dan. Dus in dat opzicht kan het natuurlijk meespelen. Joker. Ja. We hebben Sunderland Newcastle United. Mooi, hè? En dan om 7 uur Jan Boskamp op Joker Bruis. De groeten! Nee. Ik weet niet of hij dat staat nu bij die wedstrijd. Slaap je altijd thuis? Nee, ik ga bij Joker slapen. Zo? Ja. Dat is Niels! Ja. Dat is Niels! Jongen. Maar kijk, Jan, alles loopt, werkt wel. Hè? Ik reed samen met Jan er naartoe, 2,5 uur rijden. En als we nu dan even onderweg even stoppen. Even sanitaire stop, toch? En ja, toen kwamen we aan. Ik zei, moet ik in mijn pisbroek in die auto dan? Nee. Maar we kwamen aan. Je was gelijk. Ik drink dan niet, want dan kom de 5 minuten om gaan pissen. Ja. Nee, de blaas is niet meer helemaal in orde. Wat er geweest is. Ik had de indruk. Hoe bij jou wel? Nee. Ik sta 4 keer per nacht over de pot te zeiken. Nee, maar we waren er nog niet. We waren je al even kwijt, toch? Daar toen ook. Dat... Ah, nee. Ga snel naar binnen, voordat je helemaal doorweekt raakt. En ja. Dan spreken we elkaar vast zo nog. Is goed, dank je. Jan, waar ben je? Waar is Jan nou? Oh, hij staat achter dat kleine boompje. Pissen daar, Ries. Hij staat echt te pissen. Echt gek. Je kan er niks van. Doodziek van je, Wilke. Dat is werkelijk niet te geloven. Satire, Jan. Als jij dan naar Barcelona zit te kijken... Ja. En er komt een heerlijk wijf binnen bij dat... hoe heet dat daar? In Hilversum? Wittebergen. Ja. Ja, lekker Wittebergen. En dan er komt een heerlijk wijf binnen. En die zegt zo heel stiekem zo... Meneer Boskamp, kamer 46. Blijf jij die wedstrijd kijken? Nee, ik het ook. Maar ben je wel een train ondertussen? Van wat? Je moet toch fietsen binnenkort, 140 of zo? Ik heb al 2 keer gereden, Wilfried. Je hebt al 2 keer gereden? Tuurlijk. Je moet toch trainen? Maar je hebt 2 keer gereden? Ja, op een home trainen. Nee, ja. Ja, maar nou heb je geen... Jan, je kan op een home trainen niet in een waaier rijden, of wel? We gaan allemaal achter mij zitten. Jan, jij, als jij gaat fietsen... Je hebt gezegd, ja, ik heb geen 40 of 50 kilometer. 50 kilometer geef ik je. Ik rij je helemaal in de vernieling. Gewoon 127 kilometer. Ja, dat kan helemaal niet. Nou ja, jij ik word doodziek van jou, weet je dat? Ik ga... Nee, Jan. Maar ik heb alle tijd, jongen. Ja, nee, dat kan niet, Jan. Dat kan niet. Tuurlijk wel. Nee. We gaan het allemaal volgen. Dan zit er een camera op. Vind je goed? We zetten er even een camera op. Ik zou even vertellen. Ik ben de eerste keer buiten gegaan. Mijn fiets, 2 keer geleden. Ja? En ik donderstraalde op mijn bakken zit. Jan Boskamp, hoeveel wilde hij? 128 kilometer. Ja. Was de bedoeling, nou, hè? Hij heeft het heel ver gedaan, hoor. Want kijk, ik ben een dagelijkse fietser. Maar Jan niet. En 60 kilometer. En ook nog tegen heuvels op. Dat is echt een goede prestatie van Jan. Ja. Het ging ongeveer zo. Deze week. Jan Boskamp. Rot op, joh. Ja. Maar het was een keer. Je houdt niet in de gaten. Mooi lopen. Nee, schakel het, want die auto, de motor begon te roken. De motor is lekker, dan val ik over smoel.
Ik ben blij dat ik die onder jou te trekken op. Godverdomme klootzak. Formidabel. Ik ben toch een motortje. Ja. Oh, formidabel. Goh, gewoon een lekker douche en wat eten. Ik sterf van onder. Geen idee. Het was de kleine heen. Ja, ze die niet een kruisgeetje gelaten. Nee, jullie grote meuren, jongen. Normaal wel een stuik. En jij zei net nog, gaan we later geen winden. Ja. Ik heb met een krampen gelachen. Herman Brusselmans, die ken je toch? Ja, die schrijver, ja. Ja, dus je hebt een klompje in Humo. Ja. En ik lees dat klompje. en die zegt... Ja, het was een oude lul, maar nou is het een oude kut. Ja, dat is niet normaal, hey, man. Nee, hey, hou jij die smerigheid lekker voor die tv in België? Ja, ja, maar Herman, dat is werelds toch, man. Ik wil ook geen buitenlander, hè? Nee, natuurlijk niet, maar... Nee, ook niet een Duitser? Kijk, in... Wat? Ook geen Duitser? Nou, ik moet zeggen, die Duitsers die we in het begin zagen... Wie? Weet je wel? Hiballa. Hiballa. Maar ik vond wel dat al die mensen stonden kaarsrecht. Vond je dat niet? Ja. Jij moest er ergens aan denken. Ja. Gelukkig vind je al zelf. Ja. Dit is echt Belgische humor om te lachen. Ja, kijk eens. Ja. Oh, dat is prima. En dan, dan hoop je dat je daar... Over 3 weken City, gaan ze alle hoeken van de Kuip te zien krijgen? Willen allerlei mensen weten? Ja, ze we hebben rondleidingen daar, hè. Ja. Hij is een bol. Helemaal niet zo met dit. Ja. Maar jij zit de show lachen te stelen. Hij komt er helemaal niet meer van voor. Wat heb je gegeten vanavond? Geen nasi-schijf zeker. Je was ook in Frankrijk bij Tour de Jour. En daar heb je ze nu dan ook even lekker laten gaan. Hè? Dat was fijn om even... Een zwembadje zeker? Nou, gewoon even... Hey, echt dood. Nee, dat is het moment dat René... Heb van je dat Nee. Ik word helemaal ziek van je. Nee, maar dit was toch dat moment waar jij het over had, René? Dat ze daar in Frankrijk... Kom op, hè. Jezus, Mina. Dat lijkt een Rita. Je bent echt een klootzak, weet je. Dat nee, Takurita. Takurita. Pleut toch op. Maar ik wist het. Waarom moet je van jouw lul zitten? Nee. Pleut toch op, joh. Ja, joh. Dus ja, maar ja, waar... weet je... Wat? Kijk, nee, ik snap het. Ik snap dit wel, want een andere mogelijkheid is wachten tot het donker wordt en iedereen weg is. Ja, dan zit je 15 uur in het water. Dat schiet ook niet op. Ik zal je vertellen, hoor. Toen was het wel was geen enkel probleem om daar 15 uur in te zitten. Nee, het was lekker, hè? Want er was bloedheet op die camping van jou. Ja. Dat was een hele leuke camping die je had uitgezocht. Vond ik zelf ook, Jan. Of een schapen zit je daar nog niet neer. Jij gaat daar in de tent zitten. Het was warm, hè? Jezus, man. Dat was echt normaal. Afzien daar, ja. Laatste keer dat Feyenoord kampioen werd. Even denken, wanneer was dat? Ja, dat was nog voor de eerste wereldtop. Maar... Klootzak opstonden.